De regering is vast van plan om de voortzetting van het 8 december proces morgen te stoppen of op te schorten. Vanmorgen was het een komen en gaan op het presidentieel paleis, waar de president de totale raad van ministers, de procureur-generaal en de voorzitter van de Nationale Assemblée heeft ontvangen. Wij spraken met vicepresident Ashwin Adin na de meeting op het presidentieel paleis. Hij gaf aan dat de regering een heel belangrijke stap zal nemen, die door president Bezi Bouterse in comité-generaal aan de Nationale Assemblée zou worden voorgehouden. Oh, nu hebben we aangegeven dat er het constitutioneel vraagstuk is. En aan de hand van dat moeten we zeker bepaalde stappen ondernemen. Dus die omschrijving gaan we in de comité-generaal eigenlijk zo gedetailleerd brengen dat het duidelijk is. Er is gevraagd naar een concrete uiteenzetting. Dat gaat komen. En ook concreet hoe de regering ernaar kijkt en hoe de regering het vraagstuk denkt aan te pakken. Welke stappen de regering zal ondernemen? Correct. Want terwijl u dus niet zegt, en de regering ook niet, zijn er al een heleboel dingen op straat. En men zegt, de uitvoerende macht zal de rechterlijke macht vragen om een pas op de plaats te maken. Nou, we gaan er altijd vanuit dat er een goede verstandhouding dient te zijn tussen alle drie machten. En wij wensen dat steeds in hoog in het vaandel te houden als rechtsstaat, als regering. En ik denk die gedachte zal ook dan direct verwoord worden door de president en de geruststelling naar die gemeenschap toe. Mogen we ervan uitgaan dat er een reshuffling in het kabinet van u komt? Dat is helemaal niet aan de orde. Gaat de zitting van de krijgsraad morgen gewoon door? Dus we gaan vandaag het hebben over het vraagstuk. En daar wil ik niet vooruit lopen op wat er precies allemaal gezegd gaat worden. Maar het gaat u duidelijk worden na deze sessie. Want ik loop dan vooruit op iets dat de president... Alles? Dat de president zal moeten... U zal moeten voorhouden en dan... Alles wat er gedaan of gezegd zal worden gebeurt via binnenwet en regel. Ja. Compleet binnenwet en regelgeving. En dat de goede verstandhouding zeker intact blijft. Is de rechterlijke macht over deze situatie geïnformeerd? U weet dat de president alle partijen, alle actoren in deze gehoord heeft. Geïnformeerd heeft, laat het zo stellen. En aan de hand van dat heeft de regering een duidelijke en concrete formulering van hoe zij deze situatie verder aan te pakken. Op schrift gesteld. En nu wens dat nu te communiceren. Over een eventuele reshuffling bij de rechterlijke macht zei Adin dat dit totaal niet een aangelegenheid is voor de regering nu. Enkele uren later kwam president Bouterse bij het parlementsgebouw waar hij werd opgewacht door een batterij aan journalisten. De journalisten probeerden het staatshoofd aan de praat te krijgen. Excellentie, welkom. De druk is wat ieder geen constitutionele vraagstuk en crisis meer. Nadat de DNA is geïnformeerd, denk ik dat u alle ruimte heeft gevraagd. Ja. U heeft een tijd gehad met de officiële mensen van de minister van Wispon en de rechterlijke macht. Sorry, kijk uit. Hoe waren die gesprekken? Na de informatie. Terwijl president Bouterse niet geneigd was om voor de vergadering een reactie te geven, wilde parlementariër Assis Kumar Gayedin de pers wel te woord staan. De voltallige oppositie is namelijk tijdens de huishoudelijke vergadering uit de vergaderzaal gelopen, omdat ze geen deelgenoot wil zijn van een besluit dat genomen is met de teruggeroepen leden Raymond Sapoen en Dipak Kumar Sheetan. Verder was de oppositie er voorstander van om deze kwestie in een openbare vergadering te bespreken. En we hebben net gezien dat de minister van Justitie en Politie voor de president die mededelingen reeds gedaan heeft. Dat is één. En nog erger is dat we gezien hebben dat de president gisteren met buitenlandse mogendheden voor het parlement gesproken heeft. Waarbij hij duidelijk aangeeft dat hij... weinig respect toont aan het volk en het parlement. En daarvoor met andere buitenlandse mogelijkheden gesproken heeft. Wat is de mededeling die volgens de minister van Justitie gedaan heeft? Die gesproken over een visie. Bent u daar niet bekend? Precies, dus dat heeft men aangegeven. Dat hebben we van de minister gehoord. Maar je weet, we zijn in Suriname en we horen... lang van tevoren wanneer welke zaken er iets voorbereid waren en hoe dat aan toe ging. We wisten sinds vorige week vrijdag dat er
woensdag een comité-generaal gehouden zou worden binnen het kader van die scenario. En de voorzitter van het parlement heeft gewoon daaraan meegewerkt. Wat is de rode daar precies? Die loopt door iets. Nou, laten we de mededelingen aanhoren, zodat we... Parlementariër Gayadin, die zich daarna naar de vergadering achter gesloten deuren, oftewel comité-generaal, begaf. De vergadering is om 5:30 beëindigd en onze nieuwsdienst heeft begrepen dat de president een resolutie heeft gepresenteerd waarbij artikel 148 van de grondwet toegepast zal worden. De publiciteitsdienst van de politie heeft gemeld dat morgen vanaf 9 uur de wegen in de buurt van de Fred Derbystraat gesloten zullen zijn voor het rijverkeer in verband met de zitting in het kantongerecht.